Het was gisteren de beurt aan Anita Witsier en Peter Pannekoek om op te komen draven bij Linda de Mol. Hij kan niet zonder chaos of stress en de grap kan niet hard genoeg zijn. Zo noemde hij mij de allersaaiste trostrut ooit en heeft hij mijn neef Johnny zo hard geroost dat hij weken later nog een krokant korsje had, luidde haar aankondiging. Peter daarop lachend: Sorry nog, sorry. Inmiddels kan Linda er ook wel om lachen. Trostrut, ik vond het bijna een lekker woord. Het allitereert ook zo lekker. Helaas bleef de confrontatie daarbij. Peter werd niet om een uitleg gevraagd en voor de kijker bleef het ook ongewis waarom Peter haar ooit zo heeft genoemd. Linda heeft weer een vrij slaapverwekkend interview afgeleverd. Peter vertelde kabbelend dat hij het een eer vindt om dit jaar de oudejaarsconferentie te mogen doen. Als ik heel eerlijk ben, het was niet mijn einddoel. Sommige mensen hebben in hun carrière van dat is de heilige graal, maar dat had ik eigenlijk meer met theaters. Nu hij het mag doen, vindt Peter het wel een belachelijk grote eer. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het echt een Nederlandse traditie is. Er zijn weinig landen die dat hebben. Dat wij met humor het jaar uitluiden. Het is ook een soort reiniging, we bespreken het nog één keer, we lachen erom en een nieuwe start. Volgens Linda wordt het een leuke conference. Nou heb ik de try-out gezien. Ik heb ontzettend gelachen en vond het echt een heel mooi programma, maar van bepaalde mensen, ik noem de koninklijke familie, en Leel Kleine, complotdenkers weet ik niet of ze het heel grappig gaan vinden. Peter, ja, Leel Kleine gaat helemaal kapot. En terecht.